Afgelopen donderdag, 17 november, rond 8:50, werd de supermarkt hier achter mij overvallen. Een ontzettend angstige gebeurtenis voor de medewerkers, maar ook voor de klanten. We zijn die avond uiteraard meteen een onderzoek gestart en daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Was jij getuige en heb je nog niet met ons gesproken? Woon je in de buurt en heb je misschien camerabeelden waar het daardoor op staat? Of weet je meer over zijn vluchtroute? Laat het ons dan direct weten. Jennifer, dit was de vierde overval in Apeldoorn in nog geen week tijd. Ja, dat klopt. Er zijn inderdaad meerdere overvallen geweest in Apeldoorn. Het is nog wel te vroeg om aan te geven of dat deze overval verband heeft daarmee. Maar als daar aanleiding voor is, dan nemen we dat uiteraard mee in het onderzoek. Ja, en gelukkig hebben jullie wel een signalement van de dader. Ja, dat klopt. En daarom willen we bewoners in de buurt van de Havikstraat vragen om eens goed op hun beelden te kijken, als ze die hebben. Of daar misschien de dader op te zien is of andere bijzonderheden. En misschien heeft dat wel verband met deze overval. We zijn dus op zoek naar een persoon met een getinte huidskleur. En hij droeg een donkerkleurige broek en een donkerkleurige jas. En hij droeg die avond daarnaast nog handschoenen. Als u de politie meer kunt vertellen over de overval op de Dekermarkt aan de Havikstraat, meld het dan. 0800 60 70, dat is de gratis tiplijn van de politie. Anoniem melden kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.